Onze tweede encounter met de Ibadroom. Yo, yo, yo. It's the day after the proclamatie. I don't know what I'm gonna do today. I have no clothes at my mom's house, so I just took some things out of the closet. Hey, and the broek van gisteren. But I'm gonna go home now, eat, I'm gonna drink, I'm gonna coffee. And then I'm gonna edit the whole day, so I don't know why I am vlogging right now. Ik stop al met Engels praten, sorry. Well, I'm a... good to have known you. Talk to me. Nee, Alexander. De 777. Jongens en meisjes, ik heb terug een t-shirt aan. Waar is mijn ketting? Ik snap nog altijd niet wat voor een school dat is daar. Ik snap het gewoon niet. Ik heb er niks van. Ik ben er nu echt al hele tijd aan het eten, maar nu wordt het toch even tijd om even iets te eten. Wanneer de koelkast per ongeluk een beetje te hard stond en die achterkant gewoon fucking vastvriest. First is first, my cheese. Gotta fix this motherfucking... Ik heb met die linkerschoen echt al 20 verschillende veters gehad en met die rechter nog steeds dezelfde als in gezien. Nu al die extra's zijn sowieso voor die linker. Ik heb gezegd tegen een vriend van mij dat ik mijn verjaardag ging vieren. Dat was ik even vergeten. Dus je bent nu terug thuis en ik ga even mij klaarmaken. Ik heb eigenlijk de hele tijd geprobeerd om een trick te landen die ik vorige keer nog heb. Maar ik kreeg hem niet te pakken. Het is ook weer super druk op die pumptrack. Dus. Ja jongen, die verjaardag gaan we vieren in de stad. Daar ga ik ook mijn camera niet mee naartoe pakken. Dit is een beetje moeilijk, hè. Daar raak ik die sowieso kwijt. Dat wordt die gript op. Today is still tattoo. Als die net is, is die sexy, broer. Wauw, yo, ik realiseer me net dat wij die verjaardag niet gaan vieren, omdat we eigenlijk gewoon voetbal gaan kijken. De verjaardag gaan we volgende week vieren. Ik dacht dat ook vanavond. Nee. Oké, goeie album. Laat zien. Ik schreef voor van de zomer, voor op de vakantie. Oh, there is money on the line, bro. Money. Mexican blue. Hola, hola. Wat? Dit is wel cool. Gaan wij er nergens wazer op de muur schrijven of zo? Voor wat staat hem hier dan niet? Ja, die is nu even binnen. Spijtig. Die komt volgende week of zo terug. Kunnen hier ook binnen? In dit was de rokersruimte. Shee. Hé, hey, maar er moet ergens walzer en elke te komen staan, jongen. Hé, hey, Danny! Mijn grote broer noemt Lani. Noemt Danny. Lani Pani. Wojo, wojo, mannen. Ik was net aan het denken. Er moeten toch ergens coole dingen staan. Daar staat letterlijk Seba. Fucking Seba. Fucking Seba. Ik weet niet Seba kennen, man. Hij is een hard. De gast is zo'n Vlaamse rapper, schoten en zo. Wojo, man. Ik ben hem keihard aan het luisteren deze dagen, terug van vroeger, en, maar echt hard en love, en dat ik denk, wow, waar zijn jullie? Seek a wide angle, man. Bro. Frituur. Jullie kennen hem tuur. Ik weet niet of jullie kennen, hè, anders. Oh, dat is kalm met die trap. Oh, ik heb het kei zwaar. Ze gaan eigenlijk feitelijk met mijn mijn Lodewijk. Lift door eens, hè. Dag Lodewijk. Godverdomme. Ja, wat voor een compliment dat je wel een paardje kreeg. Ja. Zo gisteren. Ik heb dat al gezegd. Ja, wel, zeg ik dat? Dat ik iemand heel down to earth ben of zo. Ja. Het klopt wel, hè, maar ook vaak niet eigenlijk. Ik ben vaak ook echt in mijn goal. Maar ja. Wajo, rode kaart. Rode kaart. Nee, man, dat was per ongeluk. Elia. Er vliegt er ineens een masker op de grond. Ik hier in de straat. Iedereen overal aan het kijken.
vooruit niet filmen, maar het ligt een raptor. Ik ken dat, jongen. Ik ben net ook mijn bitje aan het checken en ik zie staan 2-0 Tsjechië, maar hier, dat loopt daar niet bitje achter. Dat was nog niet gescoord. Ik wil dingen. Al mijn money kwijt, alles. Ja, sowieso. Dankjewel. Dan hebben we toch nog iets goed aan deze match of zo. Man, dat kun je niet geloven. Dat is wel bon. Ja! Zomaar. Hé, niet lachen van mij, Hoor het? Jullie ook, hè? Hier is de Mr. Bonchons, hè, broer. Helemaal de match gelijk. En ik hoor direct, ik begin te jagen, maar er gebeurt niets. Hier loopt het wel een beetje beter aan tijd. Van de valbak, man. Ja, ik kan Karel zien. Yo. Er zijn hier juist flikken tegen mij komen zeggen dat ik in overtreding ben, omdat ik een pin ga halen, omdat ik geen bier koop bij dat café. Ik negeer die. Volgende dag. Ik kijk gewoon naar boven. Ik weet dat ik niks fout doe. Die zegt, jawel, je zit in overtreding. Die gaat hier niet weg. Die blijft maar zeiken. Terwijl hij van dat café de dus juist heeft gezegd dat je pin te gaan halen in een nachtwinkel, dat hij tot een dollar voor het gemak. Tanieri, dat boeit je niet. Die zei dat zelf. Politie, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Fuck, topmoot! Mijn wij stonden aan de verkeerde kant. Gelukkig staan we nu wel juist. Dat is onze tweede encounter met de Ibadroomp. De Ibadroomp, die gaat je niet kunnen zien, is er helemaal van echt. Ja, de Ibadroomp is net weer opgestapt en ik had geen masker op en ik kijk recht in mijn ogen. Nu heb ik twee, hij is een DL werkte niet, dus nu heb ik twee keer betaald voor deze Ibadroomp. Die controleren helemaal niet. Die stappen gewoon op, die hebben gedaan met match. Kijk, die gaan ook naar huis. We hebben geen bus meer. Ik raak niet thuis. Jawel. Vorige keer toen we dat hadden, zijn we te voet ergens naartoe te gaan. Hebben ergens willen slapen op de grond, omdat daar tenminste afdek was. Daar stonden dan blijkbaar twee zetels waar hij ook in een hond stond, die later vanavond de mascotte... Vanavond slaap je in de Kinopolis. Maar die hond werd dus de mascotte van het kot. Helemaal naar schoten zo.